Yo mensen van Baas Games, ja hoor, ik ben er eindelijk weer een keertje, Arwin, en ik ga weer eens Battlefield 4 spelen. En de vorige keer dat ik het gespeeld heb, was het vlak na de carnaval, toen had ik een vakantie. En nu is het, oh shit, ik ga meteen dood, echt nice, want het is natuurlijk weer een live commentary. Maar goed, nu is het vakantie na de Koningsdag. Dus we doen gewoon de hele tijd commentary van, commentary, elke keer na een feestdinges. Ja, echt chill dat ik geblokt werd. Maar goed, het was dus Koningsdag een paar dagen geleden. En ja, koning Willy is natuurlijk... Want we hadden 26 staten op Koningsdag. En koning Willy, oftewel Willem-Alexander, is toen 27 april, is die dus één dag later, is hij 47 jaar geworden. Helemaal blij, kijk maar hier. Hij is helemaal geweldig, leuk plaatje, ja. Echt leuk. Oh shit, hier word ik even genaaid zeg. Damn, nigger. Maar goed, ja, ik ga gewoon een beetje vertellen wat ik in die tussentijd allemaal heb gedaan. Want ik heb eigenlijk gewoon in heel die tussentijd helemaal niets, en ja, sorry ervoor, helemaal niets aan basisgames gedaan. En dat smaakt me eigenlijk best wel, want soms dan baal ik er gewoon van. Dan denk ik van, ja, shit, ik kan er niks aan doen. En dat is jammer, weet je wel. En je hebt het toch wel een hele tijd wel gedaan. En dan doe je het weer een hele tijd niet. En dat is gewoon jammer. Dus dat ga ik nu gewoon een beetje vertellen. En ja, wat heb ik nou gewoon in die tijd gedaan? Ik heb het gewoon sowieso gewoon heel druk met school gehad. Dat soort dingen. En ja, ik weet niet. Het kwam er gewoon niet echt helemaal aan toe om gewoon, zeg maar, echt commentaries en zo te maken. En nu is het dan weer vakantie natuurlijk. En ik heb nu 2 weken mijn vakantie. Dus dat is lekker lang. En ja, ik moet ook wel een heleboel gaan werken in deze vakantie. Maar het is toch 2 weken. En ik denk van, ja, nu heb ik eindelijk even tijd. Goed tijd om gewoon weer even lekker het potje Battlefield 4 te doen. Om lekker even te recorden. En... ja, daar had ik zin in. Dus dat ging ik gewoon even doen. En ja, wat heb ik allemaal in de tussentijd gedaan? Die is heel veel bijzonders. Nou, wat heb ik met Koningsdag gedaan? Ik ben Koningsdag in Den Bosch geweest. Als je Den Bosch kent, dan weet je ongetwijfeld ook dat Karrenstraat, dat een bekende straat is om een beetje te feesten. En ja, daar ben ik geweest. Ik heb heel erg naar mijn zin gehad. Kun je ook op deze geweldig leuke foto zien. Ja, daar trek ik een pittig derp gezicht. Maar nee, het was hartstikke gezellig en toen ben ik in de bos geweest met een hele groep vrienden. Dus dat was hartstikke leuk. En ja, wat heb ik voor de rest eigenlijk gedaan? Eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Gewoon lekker eindelijk een paar keer uitgeslapen op de vakantie. Want ja, daar is vakantie voor tenslotte. En ja, voor de rest eigenlijk niks bijzonders. En hoe is het eigenlijk met het kanaal gegaan? Eigenlijk best wel goed. Want... in die tijd dat ik allemaal geen video's heb gemaakt. Dus gewoon eigenlijk een beetje vanaf het begin van dit jaar. Want ja, die carnaval video, dat was toen ook maar de eerste in een hele lange tijd. En... oh shit, dat is echt gevaarlijk. Even een medikit neerleggen. Dus eigenlijk sinds het begin van dit jaar is er niet zo heel bijzonders gebeurd. Oh nice. Oh, dit is best wel even lastig. Dat is wel een lekkere spot zeg. Even een lekkere camping spot. Ja, dat is natuurlijk lastig om te blijven lullen tijdens een live commentary, maar goed, ik zal het proberen. Ja, wat ik ga vertellen, hoe het met kanaal Basisgames ging, gaat eigenlijk best wel goed. Want we hebben sinds dit jaar hebben we toch redelijk wat abonnees bijgekregen, redelijk wat views erbij gekregen. Zonder al te veel activiteit, zeg maar, op het kanaal. Dus zonder al te veel video's te uploaden, zonder al te veel, ja, weet ik veel. Gewoon bezig te zijn met het kanaal, gewoon in zijn totaliteit. En... ja, daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Want we hebben nu hebben net iets meer dan 70.000 views op het kanaal in totaal. Dus hartstikke mooi. En, wat ook heel belangrijk is, we hebben een video. Eén video, die dat is de eerste video van het kanaal, die meer dan 10.000 keer bekeken is. Ja, hoor je het? 10.000 keer. Eén video. Dat is toch geweldig? En dat is de video van mijn broer Mark. En dat is een tutorial van PokeMMO, hoe je dat moest installeren. In het Engels maar liefst. Best wel grappig om te kijken. Gewoon omdat mijn broer ja, echt geweldig goed Engels kan spreken. Oké, dat was echt sarcasme. Ik hoop dat je dat een beetje door had. Nou ja, mijn broer is... ja, dat was gewoon grappig. Want hij ging gewoon best wel lang Engels lullen. Want hij ging tutorial in het Engels doen. En daarom is hij waarschijnlijk ook zo vaak bekeken. 10.000 keer. Ik bedoel, dat is best wel veel. En ook heel veel likes erop gekregen, die video en zo. Dus dat is allemaal helemaal mooi. Ja, dat is eigenlijk een beetje... oh, daar staat iemand... come on! What the fuck?
Ik hoorde allemaal schoten zeggen, holy shit, er zaten ook echt 10 mensen of zo. Maar dat is een beetje met het kanaal gebeurd. Hoeveel abonnees we nu hebben, ik denk iets van 470 of 480. Dat is bijna de 500, dat is ook weer een beetje zo'n mijlpaal, zeg maar. Zo'n milestone om te halen. Dus daar gaat eigenlijk allemaal wel redelijk goed mee, ondanks dat ik niet zo heel veel doe met het kanaal. Dus daar ben ik heel helemaal tevreden mee. Maar nu ga ik me gewoon eens even lekker focussen op potje Battlefield 4. Want ik wil ook nog een beetje een redelijke score halen, want het ziet er niet heel erg goed uit. 6 om 9, ik ben in het begin heel vaak dood gegaan. Want dan moet je zeg maar echte verhalen gaan vertellen. Nou, moet het niet, maar dat deed ik gewoon. En, oh nice, double kill. Dus dan is dat een beetje lastiger om een beetje fatsoenlijk te spelen, terwijl je echt een heel verhaal aan het lullen bent. Maar nu gaan we dus even gewoon iets minder lullen. Gewoon meer op de gameplay lullen. En oh shit man, het is wel echt één drukke map jongen, want het is welke map? Het is Golmond Railway en ik speel op een server met 50 man in totaal. Pas erin, ik weet niet of dat die ook helemaal vol zit hoor. En het is team deathmatch, 50 man, dus dat is gewoon echt één grote chaos. Maar het is wel lekker, want je kan op zich wel redelijk wat kills halen. En zeker als je gewoon een beetje geconcentreerd bent en even een paar potjes aan het spelen bent, is het hartstikke chill om gewoon met even geen objective te spelen, zeg maar. Dus gewoon lekker veel killen. Maar dat moeten wij nu ook even gaan doen. Waar zitten ze? Ah shit man. Even kijken hoor. Ja, dus, kijk, ik ben ook nog maar level 11 hè. Dat zegt ook maar weer hoeveel ik dit speel. Eigenlijk gewoon bijna niet. Ik weet niet. Het is gewoon... Ja, de laatste game ik gewoon echt heel weinig. En dat is best wel jammer. Maar... Ja, ik weet niet. De games zijn gewoon niet echt verslavend meer. En aan de ene kant is dat gewoon ja, chill, weet je. Want dan kun je gewoon... je bent niet verslaafd. En game verslaafd is op zich best wel kut. Want dan raak je allemaal in problemen met werk voor school. En, maar aan de andere kant is best wel kut. Want ik speel nu serieus gewoon echt heel weinig spelletjes. Tot bijna niet. En dat is op zich wel jammer. Want dat mis... Ja, ik mis het niet, maar... Ik weet niet. Als ik kijk naar een half jaar geleden, deed ik dat superveel. En nu is dat in één keer veranderd. En dat is toch wel een beetje typisch. Maar, ach ja, het kan gebeuren. En ja, als ik nu gewoon een potje Battlefield 4 speel, ik vind het hartstikke leuk. Niet heel bijzonder of zo, maar het is gewoon leuk om te doen. En daar gaat het om. Dat is belangrijk in games. Want ja, waarom zou je een game gaan spelen als het niet leuk is, tenslotte. Even kijken hoor, hier zitten sowieso super veel mensen. Kijk maar op de map links onderin. Ik zie super veel oranje, maar ik weet niet of ik het hier aan. Ja, nice. Assist. Ik kan net zeggen, er moet wel een granaat aankomen. En wie zat daar? Ah, die shit zat achter me. Ja, ik had al het idee dat ik een beetje ingesloten werd. Dus dat is een beetje. Een beetje jammer. Kijk, man. Het is trouwens echt shit weer hier in Zaltbommel. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is niet echt geweldig weer voor de vakantie. Want we hebben de hele tijd, de afgelopen paar weken hebben we best wel goed weer gehad. Allemaal prima weet je wel, nou dan zit je allemaal lekker te zweten op school. En ja, what the fuck, killed in action? Wat gebeurt er nou weer? Nou, geen idee. Maar, nu is het eindelijk vakantie. En als ik zo buiten me kijk nu, dan zie ik echt een gruwelijk grijze lucht. En dat is best wel shit, want, nou, ik keek vanochtend op nieuws. Toen zag ik al die orkanen shit in Amerika. Kijk, gelukkig is het niet zo erg bij ons. Ik denk ook dat wij dat nooit mee zullen maken, zoiets. Omdat het gewoon niet in het klimaat hier past. Maar, ja, het is gewoon shit weer. En het is niet echt van, want op zich, een paar weken geleden, het was tijdens school, nou, af en toe was het gewoon een graadje of... 20, 22 soms wel, een paar dagen. En gewoon lekker zon. En dan zeggen ze van ja, best wel zin om te zwemmen. Ik ben wel zo'n type die best wel gauw gaat zwemmen. Gewoon even, gewoon er zin in heb, weet je wel. Vooral om te skimboarden. Ik weet niet of je het kent. Het is gewoon zo'n kleine... What the fuck? Ik wil er overheen springen. Het is gewoon zo'n kleine houten surfplankje. En dan ga je over heel laag water en dan gooi je hem zo. En dan moet je rennen en dan moet je erop springen en dan...
ja, dan glij je daarmee weg. Dus ook kun je er allemaal kunstjes mee doen. Dat is echt een beetje mijn hobby wat ik het meeste doe tegenwoordig. En voor de rest ben ik professioneel bankhanger. En ja, that's it eigenlijk. Ik wou hobby's doe ik de laatste tijd eigenlijk best wel weinig. En wanneer ik kan skimboarden, ga ik ook skimboarden. Ben ik bijvoorbeeld afgelopen Koningsdag ben ik wezen skimboarden. Want het was toen chill weer. Nou, het was niet. De zon scheen niet, maar het was echt absoluut niet koud. Dus ik dacht zo van, nou, beter ga ik wel gewoon skimboarden. Want ja, ik heb zin in het skimboarden. Dus ik ging met zijn vriend, waar ik ook mee werk op zaterdagochtend en vrijdagmiddag, ging ik daarmee skimboarden. En dat is gewoon chill, want het is gewoon leuk om te doen. En het was niet koud. En het was gewoon dolle pret. En als het zo mooi weer is of zo, dan doe ik dat al helemaal veel liever dan, hoe heet het, dan bijvoorbeeld een potje Battlefield 4. Maar met het slechte weer, mij niet gezien op het strand en mij wel gezien achter de computer. Als ik ook nog eens een keertje goede score ga halen, shit man. 12 van 15 moet echt veel beter, maar het is echt chaos. Het is echt grote chaos. Ik sta op plek nummer 12. Wij hebben met ons team, want wij zijn de Russen volgens mij, ja. En wij hebben 244 kills, we staan er 25 achter. En dat moeten we even een beetje gaan inhalen, want als dat zo doorgaat, dan ja, ik zou het idee wel gaan verliezen, maar... Het is een beetje een moeilijke map, vind ik eerlijk gezegd. Oh, je kan eens zeggen, hier lag iemand. Even revive, nice. Ik heb trouwens een medic bag geunlocked. Ik was net een potje aan het spelen en ik heb helemaal niet gezien dat ik hem geunlocked had. Maar normaal heb je een medic kit. En die hield alleen als je out of combat bent. Maar nu heb ik een medic bag. En die doet ook als je in combat bent, doet die healen. En die geeft best wel veel punten. Want ik heb net ook al een aantal medic kit ribbons. Medic bag ribbons zal het misschien zijn. Ik weet niet, zullen we wel aan het einde van het potje zien. Ik heb hem van die ribbons gehaald. En dat zorgt natuurlijk weer voor extra XP. En ja, om een beetje te levelen speel ik ook dit soort maps, want normaal gesproken met andere dingen, weet ik veel, met veel voertuigen of zo, dan, ja, weet ik, dat, ja, ik weet niet, dus dan maak je gewoon minder kills. Want ik ben niet per se heel goed of zo met voertuigen om daarin kills te maken of zo. En Team Deathmatch is gewoon lekker. Dit is een beetje een iets mindere map, vind ik. Ik heb hem ook nog nooit gespeeld op zeg maar, op... deze kleine schaal, zeg maar. Wel gewoon helemaal in het groot met voertuigen en zo. Maar niet op deze manier. Dus ik vind hem best wel pittig eigenlijk. Maar... Shit, daar zitten trouwens wel echt veel mensen, joh. Oh, damn. Hoe ga ik het doen? Hey, what the fuck? Ik wil liggen. Nee, ik wil even opstaan, juist. Waar zitten ze? Ik wou net zeggen, ik word beschoten. Shit, er komt iemand aan, er komt iemand aan, er komt iemand aan. En houdoe. Shit, net op tijd. Maar check hoeveel oranje er al niet aankomt. En een granaat. Damn. Ik ga hier gewoon een beetje campen. Alhoewel het niet een heel groot succes zal worden, denk ik. Kijk hoor, even dit ding eraf. Dat is ook wel handig. Scopen, dan kun je even best wel ver mee inzoomen. Oké, want zoals dit. Oh, dat heb ik nog net. Nee, headshot trouwens. Headshot. Oh, hier. Medic pack. Oh, hij heeft zelf ook zo'n ding. Oh, nice. Ah, jammer. Ik ging net zo lekker, hè. Ik sta bijna gelijk met Kill Dead. 16, 18. Want er komt nog een dead bij natuurlijk. Nee, die ging... Oh, nice, nice, wacht. Nee, ik wou net zeggen, ik word gerevived en er staat twee man voor me. Dat is nooit slim om aan te nemen, want dan geef je hun weer een kill, zeg maar. Dus vandaar dat ik dat niet doe. Het is niet slim om dan te gaan reviven van die mensen die dat dan doen. Ja... Waar de fuck zitten ze? Oh, hè? Daar kom ik net vandaan. Te moeilijk, jongen, met zoveel mensen.
Ja, op zich, qua hoeveel kills ik heb, verschilt het nog geen eens zo heel veel met de mensen die een beetje bovenaan staan. Maar die hebben gewoon ook echt gewoon heel weinig deaths. Ik ga gewoon deze scope even doen. Maar eigenlijk moet ik gewoon zo meteen gewoon even noobtube pakken. Dat zou denk ik ook wel werken, denk ik. Oh shit, hij lagt. Ja, nice. Assist en ook nog een kill en een headshot. Want ik krijg ook nog een headshot ribbon zelfs. En een spawning ribbon. Ja, dat doe ik ook altijd. Een beetje extra punten. Het is misschien wel heel weinig. Maar ik doe het wel altijd. Het is gewoon als je op Q drukt. Dan komt er zo'n... Oh shit, wat gebeurt er? What up? Oh shit, hij lagt even. Maar als je op Q drukt, dan komt er zo'n oranje driehoekje boven te staan. En dan heb je hem zeg maar gespot. Dus dan kun je hem zeg maar de hele tijd door blijven zien. Come on, waar zit die kerel? Ja, fuck it, ik ga gewoon mijn pistooltje op af. Doe het even veel damage. Ah, ik zag echt vier mannen omheen staan. En twee die liepen gewoon door, man. Jammer dat ik met het pistooltje niet raakte, maar ik had bijna geen kogels meer met mijn echte wapen, dus dat was een beetje jammer. Even kijken hoor. Oh, we staan gelijk nu. Of nou ja, ongeveer gelijk. En we lopen voor. Nice, 5 kills. Als we zo doorgaan, dan gaan we nog winnen, jongens. Dit moeten we even regelen. Oh, ik kom ook wel. Nice. Ja, we zijn echt... Vind ik nice om te zien als je dan ook van die andere mensen allemaal ziet reviven en zo, weet je wel. Want ik doe dat ook best wel vaak. En ja, het is gewoon chill om te zien als dat ook bij mensen teruggedaan wordt. Hier, okay. Oh, what the fuck. What the fuck? Ik revived hem. Dit is jammer. Soms dan doet hij gewoon zeg maar misreviven. Dat is dan, zeg maar, die defibrillator er gewoon naast houden. Maar dan toch richt je hem er dan op. Vind ik dat zo... Ik vind het wel jammer, weet je wel, dan laat je heel dat ding op en dan eigenlijk voor niets. Voor niets. Oh, hier zit even. Ah, nice. Oh shit. Ah, kom ik daar uit die container gekropen? Doe ik precies de deur open. Komt er iemand aan? Ah, hij had ook de M416. Ah, als ik gewoon even opschiet, kan ik misschien nog gelijk een score maken. Alhoewel, het wordt wel lastig. Maar. We gaan wel winnen, zo te zien, want het ziet er echt nice uit. 20 punten voorsprong ongeveer. Oh, nu zitten ze allemaal hier zo. Nice, dat is één kill. Oh, dat is twee kill. Ah nee, jammer, shit man. Shit, ik had nog één kill nodig volgens mij om gelijke kill dead te halen. Dat is altijd een beetje mijn doel bij de V4, want dat is nog best wel moeilijk om gelijke kill dead te halen. Maar, het potje is bijna afgelopen. Echt heel bijna. Ja, waar zitten ze? Ja, het maakt me niet uit. Want we hebben gewoon gewonnen. Boom, bats. Russia's win van de Chinezen. Met 8 kills verschil. Het is niks hoor. Het is niks. Het is 8 kills of wat. Maar op 400 is het natuurlijk helemaal niks. Als je het relatief bekijkt. Dus dan gaan we eens even kijken hoeveel punten er wel niet bij hebben gekregen. Wat ziek idee. Allemaal ribbons. Moet je kijken hoeveel. 12 ribbons, zie je dat? Hé, hey, ik ben nog één potje en ben ik level 12. Dus dat is helemaal mooi. Nou, nog een boost. Oh, is het XP weekend? Oh nee, wacht, het is dinsdag. Dat krijg je als het vakantie is. Dan weet je nooit welke dag het is. Nou goed, score even 19 op 22. Best wel nice eigenlijk. En zo'n lekker potje. In het begin ging het iets minder. En trouwens, what the fuck, Martin Garrix. Yo, Martin Garrix speelt Battlefield 4. Nee, grapje. Jongens, ik bedank je voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
En dan zie ik jullie de volgende keer. Houdoe!